Dit is Venlo. Strafferadio. Strafferadio. Voor Jong Kortrijk. Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat we het super vonden, dat we het hier een heel sterke ronde vonden in West-Vlaanderen. En dat we heel blij zijn dat er ook een West-Vlaming naar het Belgisch kampioenschap zal mogen gaan. Yay! En dat het ook een heel sterke finale was, waar we het met de jury het roerend over eens, twee heel goede kandidaten. Die alle twee uitblonken wat ze deden, zonder scrupules gewoon op het podium stonden. Vond ook... ook een pluim gaven we ook al direct in het verslag dat we deden aan Siebrand om te beginnen met gewoon free flow op het podium zijn tekst te gaan verzinnen en daar echt ook mooie rhymes uit te halen. Zoals ik hoop dat je ze onthouden hebt, want het zijn echt goede stukken in. Maar we hebben besloten om voor Joy te gaan, omdat hij ritmisch zo onovertroffen was. Ook heel sterke teksten, heel sterke tekst gehoord in de halve finale. Joy doet dat heel goed in Brussel en we're proud of you, man. Oké, dank u wel. Voilà, kijk, de eerste Sings and Slam is bezegeld. Joy, kom hier nog even bij, kerel. Joy wint dus naast de finale plek ook nog een halve dag studiotijd. Dus dan kun je skills ook vastzetten. En Siebrand krijgt nog een jaarabonnement op Kluger Hans. Voor ik het laatste woord geef aan jullie, geef ik wel nog het voorlaatste woord aan de winnaar van vandaag. En ik ben benieuwd, Joy, hoe voelt dat? Ik weet niet goed wat dat moet zijn. Ja, merci. Dat is super. Bedankt aan iedereen die meegekomen is voor het supporten van Oostende. Aan de mensen die graag hiphop horen, vanavond op Facebook gaan. 1.44 en tippen. Like die shit, volg die shit. Dat is de jongen met zijn 1991 op zijn klakken. Doe die shit. En ja, die studiotijd, Siebrand ging mee met me. Kijk, Sevent. Zo doen we dat. Inderdaad. Hip-hop soldier, voilà hè. Soldaten onder akkoord, de max. Wel, en dan heb ik nog de formele plichtplegingen ter afsluiting te doen. Ik wil iedereen bedanken die hierbij betrokken was. Met name Creatief Schrijven, de Stadsbibliotheek van Kortrijk, uiteraard. Kluger Hans, Quindo, Stimschot, Artap VZ2, onze vakjury, u, publiek en uiteraard alle deelnemers. Dit eerste evenement van in mijn hoedanigheid als letterzetter van Kortrijk vind ik zeer geslaagd. Bedankt om hier te zijn en we zien elkaar willens en nillens terug. Salut!